De nachtzoen. Vannacht worden we te rusten gelegd door een vrouw die bij het klimmen der jaren steeds nieuwsgieriger wordt. Haar rugzak wordt misschien wel voller, maar wonderlijk genoeg ook lichter. En het is mogelijk om die bagage naast het bed te laten staan en 's nachts gerust te gaan slapen. Onze nachtzoen ontvangen we van scheidingsadvocate Julia Veldkamp. Stel, je hebt dit leven vrijwillig gekozen. Met je hele rugzak, je biografie, je ouders, je talent. Wat kwam je hier dan doen? Wat wilde je leren? Dus waar het eigenlijk echt om, waar het echt om gaat. Want die rugzak die is natuurlijk ook wel best zwaar soms. Dus ik merk steeds meer en meer dat ik veel nieuwsgieriger ben dan ik vroeger was eigenlijk. Oh ja? Ja. En dat die rugzak af en toe best een belemmering is. Ik las toevallig nog vanmiddag, ik weet niet meer, ik keek op een site van iemand die iets is gestart. Ik geloof een soort van spiritueel training of bureau of iets in die geest. En er stond geloof ik een spreuk op van Rumi. En dat was iets in de trant van, we zijn hier niet om liefde te zoeken, maar we zijn hier juist om te onderzoeken wat ons eigenlijk daarin belemmert, in die liefde. Nou, dat misschien. Een beetje. Mooi. Wat ons belemmert volgens mij heel veel op een of andere manier. En we blijven maar zoeken en maar zoeken. En voel jij een belemmering? Heel veel. Maar ook qua liefde bedoel ik? Ja, ik denk wel dat er... Ik heb ook steeds meer geleerd eigenlijk dat er onbewust zoveel belemmeringen zijn. Dus je weet het vaak zelf niet eens. Je denkt dat je dat eigenlijk heel erg vol doet en misschien wel vol overgave doet. En je komt er eigenlijk steeds meer achter hoe geconditioneerd je eigenlijk nog bent. Dus hoe vol je met die rugzak eigenlijk zit. Maar ook met dus hele mooie dingen vanuit die rugzak. Het is niet alleen maar verkeerd. Kun je die rugzak buiten je bed laten? Met andere woorden, of gaat die 's nachts mee het bed in? Het lukt me ook steeds beter, dat is het voordeel volgens mij van ouder worden, althans bij mij. Het lukt me steeds beter om die rugzak buiten bed te houden. Af en toe merk je nog wel eens, denk ik, in dromen wat voor rare gedachten er toch nog wel weer zijn. Maar ik slaap steeds lekkerder en steeds rustiger. Oh ja. En steeds dieper eigenlijk. Ja.